Wel, wij ontvangen de Baloise Belgium Tour met veel plezier, omdat wij een echte wielergemeente zijn. Er zijn dus ook een aantal wielergrootheden, maar Bever heeft vooral een hart. Als dus de koers hier passeert, dan komt gans Bever buiten. En het is een echt volksfeest. Daarvoor doen we dat. Ja, we staan hier in Beveren voor de eerste rit, hè. En de aankomst is een Louise Marie. Bever doet me denken, ja, aan de laatste jaren is Beveren altijd wheeler-minded geweest. Het is een wheeler-mindende stad. We hebben hier al verschillende keren het vertrek en zelf aankomst gehad in de Baloise Belgium Tour. Ja, en we zitten nu in de aanloop naar de eerste helling van het plaatselijk parcoursje. Dat is de Fortstraat. Maar we gaan hier rechts en hier moet je echt goed gepositioneerd zitten. Dat is echt het begin. De aanloop van de Taaienberg, maar in de plaats van recht door de Taaienberg gaan we onmiddellijk linksaf in de Fortstraat. Dat is zeer belangrijk dat je hier vooraan draait. En daar gaan we. Aan de Baloise Belgium Tour hebben we de afgelopen jaren altijd een eerste vlakke rit gehad. En 9 kans op 10 met een massasprint. Ik denk niet dat het hier tot een massasprint komt, absoluut niet. Het is een zeer pittig rondje. Dus de parcoursbouwer heeft fantastisch werk geleverd hier. Daar komen twee beklimmingen in die we niet echt kennen vanuit de grotere koersen. De Fortstraat, dat is de zijkant van de Taaienberg. En dan de Ellestraat, dat is de overkant van de Eikenberg. Maar toch een lange helling van 1,3 kilometer. Met een maximum stijgingspercentage van bijna 8%. Maar die heel lang doorloopt. En dan hier in de finale met Berg ten Houten. Ja, dat is echt wel vlak voor de finish. De top ligt op een kilometer twee van de aankomst. Maar het blijft niet altijd vlak gaan. Je krijgt wel een beetje afdaling, maar terug naar boven tijdens de finish. Het is echt een parcours, een plaatselijk parcours, waar dat je niet kunt recupereren. Ik denk dat echt de grote kanonnen gaan wachten tot de finale, voor hieruit te pakken. Wij willen Makendal promoten als een merk. En de aankomst van Baloise Belgium Tour, dat is eigenlijk perfect voor ons. Want Steenbeek-Dries, Maria Borrestraat, Taaienberg, Eikenberg, Bonjeberg, dat ligt allemaal in Makendal. Dus wij willen dat echt tonen aan de mensen dat dat hier een prachtige gemeente is. En wij willen dat promoten. 3 plaatselijke rond, aankomst in Makendal, 2 beklimming, Ellestraat, Bertenhouten in de finale. Dat gaat prachtig zijn.